Ik heb het nou eens een tijdje aangehoord, hè? Die hele discussie over dat vaccineren. Vroeger noemden we dat gewoon inenten. Ja, je ging een inenting halen, ja, als kind. En verder geen discussie. Maar goed, dat hele gevaccineerd over kinkhoest en de mazelen en noem het allemaal maar op. Ja, dan heb je al die mensen in de Bijbelbelt, weet je wel. Die allemaal dit en allemaal bidden tot de Heer. En de Heer die maakt het allemaal voor hun uit. Nou ja, goed. Laat die nou lekker gaan. Nou goed. Maar de rest, daar wil ik toch tegen zeggen. Ja, dan gaan ze allemaal discussiëren over. Moeten ze wel of niet bij de kinderopvang en noem het allemaal maar op. En daar gaat het helemaal niet over. Nee. Als jij nou ouder bent en jij moet beslissen ja of nee vaccineren, dan staat je kind toch gewoon altijd op één. Kind staat op één. Kind moet veilig zijn en moet gezond blijven. Nou, dan doet hij al de rest doet niet ter zake. En het enige dat kind veilig en safe houdt, is gewoon even een prikje halen. Punt. Ja, dan ben je beschermd en klaar. Ja, kijk nou gewoon naar mij. En die hele generatie van mij. Wij zijn allemaal opgegroeid met een prikje. Niet één, twee prikjes. Eerste was geloof ik voor difterie en kinkhoest en nog wat. En de tweede was voor de bof en voor de mazelen en nog een rode hond. Ja, die krijg je dan gewoon. En verder niks. En kijk nou wat er met ons... Zijn we overleden? Besta ik niet meer? Heb ik allerlei verschrikkelijke bijwerkingen gekregen van die vaccinaties? Nee toch, helemaal niks, nul. Nee. Dus, ja, en we zijn gezond en vrolijk door onze jeugd heen gekomen. Ja, dus, en zo is het altijd geweest. Laat je niet in de war brengen door allemaal fake nieuws en noem het allemaal maar op. En fake berichten en allemaal aan bangmakerij. Nee, gewoon, hey, zet je kind op één.